leuk dat jullie kijken naar deze video. Ik heb voor jullie vandaag een staltour. En laten we maar gewoon snel beginnen. Oké, als je bij onze stal aankomt, dan is dit ongeveer wat je ziet. Aan die kant daar is de weg. En hier zijn dan de stallen. Laat me eerst de zadelkamer dan laten zien. Goed, dit is de zadelkamer. Deze kast hier, die is van mij en deze grote ook nog. Verder is er nog een aanrechtje aanwezig. En ja, het is gewoon een zadelkamer. Niet echt iets bijzonders of zo. Oké. Dan is hier een soort van schuilstalletje eigenlijk. Er staat nu geen paard in. Maar normaal gesproken kan er een paard staan dan. In dit hok ligt mijn hooi en overige spullen. Dan heb je hier de bak. Hij is wel redelijk groot. Niet super groot of zo, maar gewoon oké. Dus ja. En dan dat gebouw hier, dat zijn dan weer de stallen. Dus daar gaan we nu naartoe lopen. Hier kunnen ook nog mensen hun hooi neerleggen. Alleen ik heb hem dan daar binnen. Dan heb je hier nog een weilandje. En dit is de poetsplaats. Dan zijn dit de stallen. De achterste paar stallen zijn van mij. En de rest, ja, er zijn een aantal lege stallen, zoals deze dan. De voorste is ook een lege stal, maar dat paard staat eigenlijk altijd buiten. Of haar paarden eigenlijk. Dan is dit mijn stal, die is van Toske. En dit is de stal van Waldo. En hier heb ik dan nog het voer liggen, stro, een paar dekens. En daarboven ligt nog stro. Dan gaan we nu naar de logering. Oké, dit is nog de mesthoop. En dan heb je hier een logeerring, bakding. Hij is niet rond, dus het is meer een bak eigenlijk. Goed. Dan daarachter zijn allemaal weilanden. Bijna de achterste, dat zie je bijna niet, maar je ziet een zwarte stip ergens. Dat is Toske en Waldo. Waldo heeft zijn deken om. Dus de achterste weiland is dan van mij. En dan heb ik daar in de verte ook nog één weiland. Ieder heeft eigenlijk hier zijn eigen stukje wei. Dus zo is het eigenlijk een beetje verdeeld. En je moet hier eigenlijk alles zelf doen. Maar ja, ik ga niet helemaal naar achteren lopen. Dus dat is het eigenlijk wel een beetje. Leuk dat jullie weer gekeken hebben naar deze video. En tot de volgende keer. Doei doei!